Hoi, omdat ik weet dat jullie shoplogs leuk vinden, heb ik een kleine shoplog voor jullie. Ik twijfelde even of ik het wel op moest nemen, maar ja, ik dacht shoplogs vallen altijd heel erg in de smaak. En het is iets minder dan normaal gesproken, maar ja, ik denk toch dat het wel leuk is om te laten zien. Want het zijn dingetjes waar ik heel erg blij mee ben. Dus ja, laten we maar snel gaan beginnen. Een kort filmpje voor de afwisseling is ook wel eens lekker. Eens even kijken, we beginnen met dit mintgroene leuke dingetje. Ik zag hem bij de HEMA liggen. Ik zag dat die mintgroen was. Ik zag dat het was om te organiseren. En ik dacht, die moet ik hebben. Want ja, ik hou van lijstjes maken. Ik hou van plannen. En ik hou van mintgroen. Dus dit is echt de ideale combinatie. Nu zal je vast afvragen wat dit is. En dat ga ik nu laten zien. Hij ziet er zo uit. En hier heb je van die elastiekjes zitten. Wat je doet, je doet de elastiekjes open. Tadaa, dan komt dit naar voren. Dat is je flap namelijk. En dan hierin zitten allemaal vakjes. Zo kunnen jullie het beter zien, denk ik. En bij elk vakje zit boven een dingetje. Ik ga even kijken hoe ik dit best kan laten zien hoor. Ja, ik denk dat jullie het wel kunnen zien. Bij elk vakje boven zit een uitsteekseltje. En dan hierbij zitten ook nog eens allemaal van die dingetjes die je kunt knippen of scheuren. En daar kan je dan wat op schrijven en dat kan je hierin doen. En dan heb je voor alles een apart vakje. Nou, deze bij de HEMA. Hij was maar 3 euro, dus ja, die moest ik meenemen zoals jullie misschien wel kunnen begrijpen. Eens even kijken, laten we overgaan naar het meest saaie ding wat ik heb gekocht. En dat zijn grote enveloppen. Ik weet niet wanneer jullie dit filmpje zien. Maar een tijdje terug heb ik op mijn site een winactie geplaatst. Met Moody's Magazine. Dat is een heel leuk mindstyle, lifestyle magazine. Voor, ja, voor meiden van ongeveer, ik weet niet precies, 14 tot en met 25 denk ik ongeveer. En die moest ik versturen naar de winnares. En ik had geen grote enveloppen. Dus ik ging even naar de HEMA om grote enveloppen te kopen. En ik heb er gelijk 10, dus ik weet niet wat ik met de rest ga doen. Maar ja, altijd handig om te hebben. En die waren maar iets van 1 euro, dacht ik. 1,25 euro. En dan, tot slot, bij de HEMA fabric bookmarks gekocht. Want ik heb een bloggersboekje. En ik ga het even laten zien, dat is een stuk makkelijker. Daar ben ik weer. Ik heb even mijn boekje gepakt dat ik altijd gebruik om te bloggen. En het is een Moleskine boekje. Ziet er zo uit. Gewoon heel simpel, zwart. Maar ja, zoals ik al zei, ik hou van organiseren en dergelijke. Dus wat ik nou heb gedaan. Ik heb het boekje onderverdeeld in verschillende categorieën. En voor elke categorie heb ik een aparte kleur. En daarbij werk ik met een aparte markeerstift. En om dat duidelijk te maken heb ik aan de zijkant van het boekje, heb ik van papiertjes, heb ik van die pijltjes gemaakt die eruit steken. Dan weet je precies waar je moet zijn. Dus bijvoorbeeld, ik wil naar het roze deel. Ga ik daar zo heen. Ik wil naar het groene deel. Zo bijvoorbeeld. Maar dit is heel erg niet stevig. Want het is gewoon dun papier. En elke keer wanneer ik hem in mijn tas doe, dan verfrommelt het een beetje. Dus ja, ik wist al dat ik daarvoor iets anders moest zoeken. En toen bij de HEMA kwam ik deze fabric bookmarks tegen. Ik vond de kleurtjes heel erg leuk. Hier heb je een roze, een soort neon oranje, een blauwe, turquoise en een pastel gele. Dus ook precies de kleurtjes waar ik mee werk in mijn boekje. Dus die moesten mee en die waren maar 1,50 euro. Deze. En het zijn, ik weet niet precies hoeveel stuks het zijn. Oh ja, van elke kleur zijn het er 4. Dus die kan ik nog vaker gebruiken ook. Dus dat is wel heel erg handig. En dan ben ik nog naar het Kruidvat geweest. En ik ging met mijn vriend donderdag naar Scheveningen. Want we waren 3 jaar samen en we wilden gewoon iets leuks doen. Dus we gingen daar een beetje rondlopen. Maar de zon was best wel heel erg fel en ik had me niet ingesmeerd. Ik had geen zonnebrand bij me. Dus ik was echt keihard aan het verbranden. Zoals je hier wel kunt zien. En ja, dat ging zo niet verder. We wilden gewoon nog even lekker buiten zijn. Want het was gewoon lekker weer. Dus toen dacht ik, nou, het is al een beetje te laat. Maar om het beveiligen, hoe noem je dat?
om me te beschermen tegen de volgende zonnestralen, koop ik gewoon een flesje zonnebrand. En toen wij er waren, was er net een actie. Was het 7 euro voor alle Soleil, zo heet dat van de kruidvat. Soleil Sun Protection. En ik heb gekozen voor een transparante spray met factor 30. En die is extra water resistant. Dus dat is ook wel handig. En het is een mooi formaatje. Is niet al te groot, maar ook niet al te klein. Dus die heb ik nu standaard in mijn tas zitten als we ergens heen gaan. En dat is toch wel echt heel erg handig. Want het, ja, het komt goed van pas. Dus deze. En die was toen 7 euro. En zonder die actie is die, geloof ik, iets van 11,50. Maar dat weet ik niet helemaal zeker uit mijn hoofd. Dus dat is deze. En nog meer dingetjes bij de kruid. Want ik heb 4 nagellakjes gekocht. Ik zag dat de nagellakjes van Maybelline in de aanbieding waren. En ik vind dat altijd toch best wel fijne lakjes. Vooral die van de Color Show lijn. Dus ik heb er 2 gekocht. Een blauwe. En de andere kleur is een beetje lastig te omschrijven. Het is een oud roze, taupe, bruin, grijzige kleur. En de blauwe heet Maybe Blue. En deze met die gekke kleur die heet Love This Sweater. En ik ga ze testen. En dan lezen jullie vanzelf een review ervan op mijn site. Ik heb al andere van deze nagellakjes, ben ik erg tevreden over. Maar ja, het kan per kleur natuurlijk nog wel eens verschillen in kwaliteit. Dus ja, ik ben benieuwd. En jullie gaan lezen hoe ze me bevallen. Het waren deze. Die zijn 4 euro per stuk. En nu was het 1 plus 1 gratis. En dan heb ik nog echt 2 hele mooie nagellakjes. Ik vind ze zelf echt heel mooi. Ja, ik liep door de kruidvat en ik zag ineens een nieuw schap staan. Dus ik dacht, hè? Dat hebben wij toch helemaal niet in Nederland? Althans, ik had het nog nergens gezien. En dat was het schap van Sinful Colors. En ik had het al wel op internet voorbij zien komen. Maar ja, ik had verwacht eigenlijk dat mijn kruidvat dat niet zou hebben. Want we hebben hier in de omgeving wel 1 kruidvat die Mua verkoopt. Maar verder is elke kruid op mij in de buurt altijd heel slow met nieuwe collecties en dit en dat. Dus ik dacht, nou, dat zou ik ook wel niet hebben. En toen liep ik en toen zag ik ineens een heel schap vol. En ik zat een beetje te twijfelen tussen welke kleuren ik nou moest nemen. Ik had op een gegeven moment had ik 3 verschillende roze tinten in mijn handen. Maar uiteindelijk ben ik toch gezwicht voor deze prachtige glitterlakjes. Dit zijn ze en ze zijn echt heel mooi. In ander licht komt dat ding nog beter naar voren. Dus zodra ik er foto's van neem, zal ik dat wel ja, zo mooi mogelijk proberen over te brengen op camera. Dit is er eentje met groene en blauwe glitters. En dit eentje met paars en blauwe. En die met groen en blauw heet Nail Junkie. En die met paars en blauw heet Frenzy. Dus ook deze ga ik testen. Komt op de site. Dus hou de site in de gaten. En deze waren 2 euro per stuk. En dat was dan weer mijn shopvlog. Ik ga snel afsluiten en ik zie jullie volgende keer. Doei! Dan hebben we een deodorant. En deze is van 8x4. Ik geloof dat ik deze al vaker heb laten zien. Ook in een favoriete filmpje of artikel. En dit is in de geur Lemon Rush.